Drie ambtenaren, waaronder Danielle de Kom, hoofdcomptabiliteit van Financiën, zijn aangehouden en in verzekering gesteld in de grootschalige fraudezaak. Er zijn beperkingen opgelegd door de rechtercommissaris, hetgeen inhoudt dat er geen vrij verkeer is tussen de verdachten en hun raadslieden. Op 28 juni eerder dit jaar is door de directeur van het ministerie van Financiën en Planning aangifte gedaan tegen de verdachte Robert Kunshbihari voor valsheid in geschriften en oplichting van een bedrag van ruim 40 miljoen SAD. Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat er middels vervalste betaalopdrachten en reçus een groot geldsbedrag onrechtmatig is overgemaakt naar de bankrekening van Kunshbihari. Uit onderzoek bleek dat ook Rotar Mosa betrokken is bij het financieel schandaal. Er zijn onder meer woningen, voertuigen en sieraden aangeschaft met een deel van de gelden. Zo meldt het OM in een persbericht. De Nationale Assemblée roept de regering op om duidelijkheid te brengen in de megafraudezaak. Zowel de parlementsvoorzitter als de fractieleiders hebben het belang aangegeven dat de regering duidelijkheid brengt voor het volk dat in protest is. Gregory Rusland, NPS-fractieleider, vindt dat deze kwestie breed besproken moet worden. Rabinder Permeser van de NDP wil niet dat een minister, maar de president zelf, tekst en uitleg komt geven. Wij vinden dat vanuit de Nationale Assemblée die ondersteuning gegeven moet worden. Voorzitter. Er speelt een case, een financiële case, en wij begrijpen dat de zaak nu in onderzoek is bij de justitiële autoriteiten. En zoals u weet is er een conventie waarbij wij al jaren aanhouden dat wanneer zaken bij de rechter, bij de justitiële autoriteiten in bespreking zijn, dat wij de ruimte geven aan de justitiële autoriteiten om die zaken te onderzoeken. Toch is het zo, voorzitter, dat wij vanuit het parlement toch wel wensen. En natuurlijk begrijpen we die gevoelige zaken, maar dat vanuit de regering hier uitleg gegeven wordt over wat er precies aan de hand is. Dus tegen die achtergrond doe ik een dringend beroep op u dat de president in deze zwaarwichtige zaak van nationale aard, u hoort de geluiden buiten. Dat kunnen we niet zo met een minister die onder vergrootglas is nu met hem hierover gaan praten. ABAP-fractieleider Obed Canapé zegt dat de verdwijning van de miljoenen aangeeft hoe de cultuur van de leiding van het land in elkaar zit. Volgens Ronnie Asabina van de BEP heeft de protestactie sociaal-maatschappelijke effecten en economische consequenties. We willen daarvan gaan leren om het in de toekomst te gaan voorkomen. En we vragen de regering om hierop antwoord te geven en te kijken naar deze case zo omstandig mogelijk gaan onderzoeken en de samenleving te ondersteunen. En ook uw oproep aan de actiegroep om aan tafel te gaan zitten met de regering, vragen wij deze groep, ook de leiding van deze groep, om dat op te volgen. Want in alle tijden moeten we met elkaar kunnen afspreken en uitvoeren en ingeven en ook tegelijkertijd meewerken. Het kan niet zo zijn dat we genoegen gaan nemen voor, of gaan accepteren dat de minister van Financiën hier komt en het een en ander met ons deelt aan informatie, voorzitter. Wij vinden dat as soon as possible vandaag nog de president moet komen. We weten allemaal dat de president zijn bezoek aan het buitenland, voorzitter, heeft gecanceld omdat hij, voorzitter, de noodzaak en het belang van die case inziet. Dus we vragen, voorzitter, dat de president hier komt. DNA-voorzitter B. heeft de vergadering geschorst om overleg te plegen met de regering. Hij heeft de actievoerders ook opgeroepen tot dialoog om problemen op te lossen.